Wiebe van Horssen woont en werkt in Dordrecht. Tijdens de coronacrisis richtte hij de stichting Samen Dordt op. Een diaconale stichting waar de kerken een centrale rol in spelen. Wij geloven in de kracht van eenheid. Door samen te werken kunnen we meer bereiken voor de stad en meer impact maken. Samen Dordt coördineert, faciliteert en stimuleert het diaconale initiatief vanuit en met de Dordtse kerken. Samen Dordt is een netwerkorganisatie die de verbinding zoekt met de verschillende Dordtse kerken en het brede sociale domein. Samen Dordt is ook een paraplu-organisatie waaronder diverse initiatieven vorm krijgen. Initiatieven zoals HIP Helpt, die hulpbieders en hulpvragers aan elkaar koppelt. Dagelijks Brood, die boodschappenpakketten bezorgt bij minder bedeelden. Allerlei initiatieven waarmee kerken handen en voeten geven aan geloof in de samenleving. Vanuit Samen Dordt hebben we de ambitie om buurtgerichte interkerkelijke bewegingen te stimuleren. Bewegingen rondom vindplaatsen van zingeving, ontmoeting en praktische hulp zoals deze. Plekken waar allerlei initiatieven tot stand komen, zoals bijvoorbeeld papiercafés in samenwerking met Schuldhulpmaatje. Plekken waar mensen geholpen worden op een laagdrempelige manier. Op het eiland van Dordrecht zijn tientallen kerken actief. Wat Samen Dordt doet, is kerken inspireren actief te zijn in de samenleving. Kerken zijn vertegenwoordigd in onze organisatie, in de stichtingsraad en hebben op die manier een stem. Initiatieven ontstaan altijd bottom-up, vanuit de kerken, vanuit gemeenteleden die een visie en een verlangen hebben voor de stad. En vervolgens kijken we samen hoe we daar invulling aan kunnen geven. Ik geloof in een kerk die met beide benen in de buurt staat en daarvoor wil ik me inzetten. Wil jij je ook inzetten voor de bloei van je stad? Kijk dan op samenhartvoormensen.nl/bloei.